Jesse Kevin van Snapshot Dojo en ik ben aan het experimenteren met een andere camera om de video op te nemen. En ik heb hier een 50 mm lens op zitten, 1.4, en ik heb hem op f2.0 gezet. Dus een hele kleine scherpe diepte. En ja, ik zie en ik hoor de autofocus motor draaien, dus ik hoop niet dat het heel erg storend is. Dus dit is mijn eerste video en ik ga nog wat andere instellingen proberen. Wat ik in deze video wil vertellen is, of eigenlijk aanraden, is dit boek. Read This If You Want To Take Great Photographs, door Henry Carroll. En het is een, ja, wat kan ik zeggen, een boekje heel makkelijk te lezen. Met, in het begin heb je techniek, dus instellingen van de camera. Oh nee, trouwens niet helemaal in het begin, heb je ongeveer, nou in ieder geval niet per se in het begin, maar ze beginnen eerst, of Henry Carroll begint eerst met, even kijken, ja, met compositie. Ja, eigenlijk dit boek moet je gewoon kopen. Het is heel goedkoop te koop via bol.com, onder andere, voor volgens mij 14,95, dus het is niet duur. En eigenlijk staat hier de essentie van fotografie in. Nou, ik ga toch een stukje voorlezen. Even kijken. Ja, dit is het eerste, nou, niet echt een hoofdstuk, maar het is een inleiding. Dat is deze. Start by ignoring everything. Look. Here's a drawing of your camera. Okay, so your camera doesn't look much like this one, but they both work in exactly the same way. Yours just looks more complicated. A lot of new stuff has been added to cameras over years. Some of these additions are quite handy, but a lot of them aren't. This book will teach you about the handy ones, the ones that actually work and give you all the creative freedom you need to take great photographs. This isn't a textbook, and I'm not going to use graphs and camera club jargon to explain the fundamentals of photography. You don't need to know all that. In fact, when you're starting out, it only gets in the way and stops you being creative. Instead, this book contains the work of inspirational photographers, past and present. Through looking at their pictures, you will understand their ideas and techniques and learn how to put them into practice yourself. You'll see that taking great pictures is less about technical know-how and much more about mastering that most valuable piece of kit, your eyes. But for now, try to remember that no matter how unnerving all the buttons, symbols and dials may seem, your camera is just a box with a hole in it. Whether it costs a few pennies or a few grand, that's all there is to it. And met deze inleiding zegt Henry Carroll eigenlijk waar fotografie wat mij betreft om draait. En dat is dat het helemaal niet uitmaakt wat voor camera je hebt. Of het nou een camera is van 100 euro, of het nou je smartphone is, of je Hasselblad van een paar duizend euro. Tuurlijk, hoe duurder, er zit wel wat in. De kwaliteit is natuurlijk wel vele malen beter. Je kunt met een betere kwaliteit camera kun je bijvoorbeeld grotere prints maken. Je kunt makkelijker uitsneden maken van de foto die je hebt gemaakt, omdat de sensor groter is. Maar de essentie van fotografie is kijken. En dat doe je niet met de camera, maar dat doe je zelf. Dat doen je ogen, dat doet jouw karakter, jouw persoonlijkheid. Alle ervaringen die je hebt meegemaakt in je leven, dat zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. Naar je omgeving, naar het leven, naar licht. En dat allemaal zorgt ervoor dat je een unieke kijk hebt. En die unieke kijk, die is onafhankelijk van de camera die je hebt. Dus, ja, ik werk sinds kort parttime in de fotografiewinkel, Camera Express. En
Ja, superleuk om te doen. Ja, het is gewoon echt de hele dag over camera's praten en over fotografie. Dat is, de dag gaat echt super snel voorbij. Dus dat is ja, heel tof. Alleen wat ik toch wel merk is dat veel mensen denken, wat heel begrijpelijk is, is dat de camera de foto maakt. Dat de camera een soort heilig, magisch object is die in alle omstandigheden foto's kan maken. Maar dat is niet zo. Bijvoorbeeld, ja, stel je bent in een donkere kerk en je moet foto's maken van een bruiloft. En ja, je camera weet niet dat je daar bent. Dus als je de camera op automaat zet, dan is de kans groot dat je teleurgesteld bent over de foto's. Omdat je camera gaat waarschijnlijk een langzame sluittijd gebruiken. Omdat de camera ziet van hey, het is donker, dus ik moet anders belichten. Maar jij als persoon weet dat je in die kerk bent. Dus je kunt heel simpel, wat ik vaak doe als ik in zo'n situatie ben, is in ieder geval de camera gewoon ISO 1600 zetten. De lichtgevoeligheid en wat zou ik dan zeggen? Sluittijd op minimaal 1/100ste seconde. En ja, dan zit er maar wat ruis of korrel in de foto. Maar dat heeft ook wel zijn charme. Als je camera op automaat zet, dan, ja, dan gaat het gewoon mis. Dus dat is een voorbeeld waaruit blijkt dat je als fotograaf en als mens, als persoon, de camera moet overrulen eigenlijk. En dat jij de camera bent. Jij met je ogen, ja, het klinkt echt heel stom, maar met jouw visie, met jouw kennis, met jouw vaardigheden, wordt de camera die jij dan op dat moment bij je hebt, wordt een verlengstuk van jezelf, een gereedschap. En ja, net als met elk ander gereedschap, stel je voor je hebt een hamer. Tuurlijk is dat een gek voorbeeld, want het is een super simpel gereedschap. Maar ja, of je nou van ik weet niet of het een goede vergelijking is, maar de persoon die de hamer vast heeft, die maakt het tot een gereedschap. De hamer zelf doet niks. Pas als je het vastpakt en er iets mee wil doen, dan wordt het een tool, dan wordt het bruikbaar, dan kun je er dingen mee creëren. En dat is bij een camera net zo. Zonder jou als fotograaf kan een camera eigenlijk niks. Jij moet het bedienen, jij moet er meester over worden eigenlijk. En dat is wat dit boek bespreekt, met heel veel mooie voorbeelden van bekende fotografen van vroeger en van meer recente tijden. Over licht, over schaduw, over compositie, over de regels en tegelijkertijd om die regels weer los te laten. Het is ja, gewoon echt een heel, heel goed boek. En overigens bestaat hij ook in het Nederlands. Dus mocht je Engels nou niet zo heel goed zijn, dan kun je hem ook in het Nederlands kopen. En dat heet volgens mij Lees dit als je fantastische foto's wil maken ofzo. Henry Carroll, ongeveer €14,95 via bol.com. En mocht je opmerkingen hebben over dit boek, laat dan een bericht achter hieronder. Of op de Facebookpagina of op mijn blog. Snapshotdojo.nl. En ik zie jullie volgende keer.